Alcatel heeft de toevoeging One Touch gedaan, omdat dat refereert aan hetgeen waar we vroeger succesvol in zijn geweest. Dat is altijd hetgeen waar de consument ons aan heeft kunnen herkennen. De One Touch ervaring, die telt nu ook weer mee in het touch gebruik van de smartphones die we hebben. Dus alle gevallen Alcatel One Touch. We hebben nieuwe feature phones, we hebben nieuwe smartphones, we hebben nieuwe tablets en we hebben nieuwe broadband producten in veel variëteiten. We hebben veel kleuren, dus we hebben eigenlijk voor ieder wat wils. Wij bieden een productrange voor iedereen. Wij hebben niet een specifieke doelgroep. Wij bieden een productrange waar iedereen uit kan kiezen. Wij hebben verschillende schermformaten, we hebben verschillende kleuren. Dus je kunt aan iedereen de range aanbieden. Je hebt een schermgrootte die je kiest, een kleurtje erbij, je snelheid en je hebt daar het product van je keuze. Well, styling is een van de pilaren waar wij onze productrange op bouwen. Ik vat het samen met design. Design, innovatie en kwaliteit, dat zijn de drie aspecten die voor ons extreem belangrijk zijn bij ieder product wat we introduceren. Dat is hetgeen wat de consument wil hebben. Je hoeft ze niet te vermoeien met features, met allerlei technische aspecten. Waar het om gaat is dat de consument een product koopt wat doet wat hij wil dat het doet. Niks meer, niks minder, that's it. Dat bieden we in onze range. We hebben keuze voor iedereen en de hele mensenmassa is onze doelgroep. Nou, zoals ik net al zei, wij richten ons eigenlijk op iedereen. Vrouwen die zijn natuurlijk een speciale groep binnen onze gebruikers. Wat je ziet is dat er vaker voor kleur gekozen wordt door dames. Dat het nogal varieert in schermgrootte, ook die er gekozen wordt door dames. Maar dat neemt niet weg dat wij ons niet volledig richten of niet helemaal richten op vrouwen alleen. We hebben toestellen waar vrouwen waarschijnlijk niet zozeer voor zullen vallen in de gewone zwarte uitvoering met een redelijk groot scherm. Dat zullen misschien meer mannen zijn, maar we willen voor iedereen producten bieden wat hun aanspreekt. Dit is een voorbeeld die we nu in Barcelona introduceren. Wat je ziet is dat accessoires meer en meer gebruikt worden met smartphones. Dus zeker omdat wij een speler zijn die de hele markt wil bedienen, zullen we ook dit soort devices bij onze toestellen gaan leveren. Daarnaast hebben we geïntroduceerd nu een toestel wat ook wearable is. Dat is een device die je kunt gebruiken met sporten of met muziek luisteren. Met allebei tegelijk, kan ook. En dat is ook een segment wat we eigenlijk zien als accessoire. Dus bij het eerste toestel wat mensen kopen, om het als een tweede toestel te gebruiken. Maar zelfs in het segment van de accessoireomgeving. Dus ja, absoluut gaan we daar ook mee door.